Vitesse brengt groot nieuws. Opening Expo over Indië in Brombeek. En hout als canvas voor graffiti. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Vitesse had maandagmiddag groot nieuws te melden. De clubleiding gaf om 1 uur een persconferentie in stadion Gelredome. De hele ochtend is het grote nieuws angstvallig stilgehouden. Een functionaris van Vitesse liet alleen ontvallen dat het te maken zou hebben met een overname die niet alleen interessant is op voetbalgebied, maar ook daarbuiten. Op Twitter is hevig gespeculeerd, maar voor iedereen bleef de spanning aanhouden tot de verlossende persconferentie. Beste vertegenwoordigers van de media, niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Ik kan uren vol praten over waar we vandaan komen, waar we staan, maar ik ga u vertellen waar Vitesse naartoe gaat. We gaan met de nieuwe eigenaar voor de landstitel. Voetbal is my life, all my life I was in football. And especially Dutch football is for me the place where can I reach my ambitions. So today I am very happy that I became owner of Vitesse. Het verlossende woord is eruit. De Arnhemse club kan de nieuwe geldmiddelen heel goed gebruiken. Deze zomer moest de clubleiding de selectie fors inkrimpen om de sterk gedaalde begroting sluitend te krijgen. Vitesse leek gedoemd om degradatievoetbal te gaan spelen. Maar alles kan altijd veranderen. Dat blijkt maar weer. Okay, my friend. Thank you very much. Wish you very welcome with Vitesse. Thank you. And I'm sure you will make your ambitions together. But I have a lot of faith in you. Okay. Thank you. Let's drink on it. Okay. Okay. Wish you a lot of success. For Vitesse. Okay. Thanks. Vrijwel allemaal blije gezichten waren te zien na afloop van de persconferentie. Hoe is de reactie bij de vaste fans van de Arnhemse voetbalclub? Kijk, echte fans op de fiets. Op de fiets. Ja. Naar het Gelredome. Ja. Voor de club. En wat hebben jullie gehoord al? Ja, van die Georgië dat hij het Vitesse heeft gekocht en dat er veel spelers komen. 3 jaar landskampioen, kon je niet geloven. Nee, want wat gaat er door je heen als je zoiets hoort? Ik werd helemaal gek. Ik zat al 20 minuten voor de persconferentie zat ik aan het even gelden aan de straatstenen te kijken. Ik werd helemaal gek. Ja, je hebt al gehoord wat hij gezegd heeft? Ja, ik heb bijna alles gehoord. De belangrijke stukken heb ik gehoord en daarna ben ik gewoon gaan fietsen weer hier naartoe. Dus. Nou, hij gaat alles is mogelijk, hè? Miljarden investeren en die man die gaat hier zelfs wonen met zijn gezin. Ja, dat vind ik ook nog heel erg mooi. Het wordt de held. Ja, dat sowieso. Zie je nou 16 augustus ook als de feestdag? Ja, dat wordt echt wel een feestdag, ja. Ik ga vanavond wel lekker feesten, ja. Biertjes drinken met de jongens. Ja, met echt Vitesse, met echte jongens die vandaag nou helaas moeten werken. Die er dus niet bij zijn. Nou, daar gaan we vanavond wel even lekker mee feesten, ja. En landskampioen lager, dat gaat er nu echt aankomen? Ja, dat hopen we wel, ja. Over dat na de slechte tijden dat er mooie tijden aanbreken. Wat hebben jullie de laatste jaren nou ervaren met Vitesse? Ja, we waren altijd met een vaste groep en was ook een deel gezelligheid. Maar ja, toch als we weer verloren of dan was toch altijd weer balen in de bus. En hopen dat we nou elke wedstrijd vrolijk weer in de bus naar huis zitten. Ja, want ik bedoel, het faillissement stond toch wel heel erg, het water stond aan de lippen, zeg maar. Ja, ja. En nou met de komst van die Georgië wordt het beter. Daar gaan we vanuit in ieder geval. Wordt nou echt feestjes vieren straks. Ja, dat hopen we wel. Zet Arnhem goed op de kaart dit. Ja. Nou, het Gelderdome zagen we steeds leger worden. Van 2 jaar terug een kleine 20.000 naar afgelopen wedstrijd was 13.000. En dan nog door een actie dat je 2 gratis kaartjes kan krijgen. Ja, dat is gewoon niet leuk. En dan nou hopen we weer op een volle Gelderdome. Dat is toch wel mooi. Ja, want dit moet toch wel iets veranderen? Dit moet zeker gaan veranderen. Waar hoop je op? Wel voor aankopen? Ja, weet je, mooie spelers, dat die komen. En dat ze Vitesse gewoon omhoog brengen. En welke speler, ja, dat maakt me niet zoveel uit. De kans is natuurlijk groot dat er nu spelers komen uit Georgië, en uit Kroatië en uit Rusland. Ja, wat vind je daarvan? Ja, ze maakt me niks uit zolang ze het maar goed doen. En hard voor de clubs krijgen, zeg maar.
En dat ze gewoon volledig inzetten en dat we kampioen worden. Dat zie je ook wel gebeuren met spelers uit Georgië bijvoorbeeld? Ja, kijk, Dalibor die is nou, wat is het nou, anderhalf jaar hier misschien of zo, maar het is, ja, het is echt een Vitesse man aan het worden. En dat is, ja, die komt ook uit dat land. Ik hoop alleen wel dat Piet blijft. En ik zou het erg mooi vinden als Theo Jansen weer terugkomt. Dat is toch echt de geel-zwarte man die erbij hoort. Ja, de naam Vitesse blijft in ieder geval in stand, dat is vastgelegd. Ja, heel erg blij mee. Als we nou over 2 jaar net zoals bij Twente feest kunnen vieren, als dat onze Joop Munsterman is, nou dan word ik helemaal gek. Vitesse is hiermee de eerste Nederlandse betaalde voetbalclub die in buitenlandse handen is gevallen. Vitesse heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Ajax met 4-2 verloren. Aan het eind van de eerste helft stond het 2-2 na goals van onder meer Davy Prupper en Marco van Ginkel. Maar na rust wisten de Amsterdammers nog 2 keer te scoren. NEC wist zondagmiddag opnieuw 3 punten te behalen. De Nijmegenaren behaalden uit bij Willem II een 3-5 overwinning. Björn Flemmix scoorde 3 keer. Vitesse staat nu na 2 wedstrijden 7e, NEC gedeeld 1e. De 49-jarige Huizenaar, die wordt verdacht van het opzettelijk veroorzaken van de explosie in zijn woning aan de Schaapsdam, blijft nog maximaal 2 weken in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris vrijdag bepaald. Kort na de explosie in de nacht van maandag 9 op dinsdag 10 augustus ging de man er op zijn motor vandoor. Woensdag werd hij op een camping in de omgeving van Assen aangehouden. De Raad van State heeft vrijdag bepaald dat Rijkswaterstaat 600 bomen ten westen van de A50 bij Ewijk mag kappen. Deze moeten wijken voor een nieuwe brug over de Waal. Het actiecomité A50 Ewijk wilde de kap laten stilleggen. Rijkswaterstaat zou zich niet aan de regels houden. Woensdag begint Rijkswaterstaat met het kappen. Gemeente Ubbergen moet de plannen voor de sloop en nieuwbouw van woningen aan de Jan Arnstraat in Kekerdom en de aanpassing van de Laurentiusstrol tot multifunctionele accommodatie aanpassen. Zij had geen rekening gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. Zo blijkt uit een inspraakreactie van Waterschap Rivierenland. En het staat nog niet vast of het forensisch psychiatrisch centrum De Lingenburgt aan de Wageningse straat in Zetten wordt gebouwd. Volgens het ministerie van Justitie gaan de bouwplannen op het terrein van de OG Heldering Stichting niet door als er geen bouwvergunning wordt verleend. Een dag na de herdenking in Den Haag van de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 is maandag in Arnhem de officiële openingshandeling verricht van het Verhaal van Indië. 10 jaar lang is deze eerste nationale overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van Nederlands-Indië de basisexpositie van Museum Brombeek en het Indisch Herinneringscentrum Brombeek. Het leeft nog volop bij veel mensen. Als je bedenkt dat er meer dan 1 miljoen mensen zijn met een Indische achtergrond, dan kun je je voorstellen dat met alle contacten die zij weer hebben, dat het een onderwerp is dat veel besproken is en waar ook nog wel heel veel onbekend is. Hoe is deze expositie nou tot stand gekomen? Nou, we hebben als Indisch Herinneringscentrum een opdracht gekregen van het ministerie van VWS. En dat is dat wij als 4e herinneringscentrum in Nederland hier een publiekspresentatie neerzetten. Wat in ieder geval de periode laat zien van de Tweede Wereldoorlog, de Bersia-periode daarna en ook de repatriëring in Nederland. Gaandeweg, omdat we ook hier als locatie het landgoed Brombeek hebben, hebben wij bedacht dat het veel beter zou zijn als we dat gezamenlijk met museum Brombeek doen, zodat we een complete overzichtstentoonstelling kunnen laten zien, waar je ook de context meegeeft van hoe het ontstaan is, dat die Indische Nederlanders uiteindelijk ook in Nederland zijn gekomen. Dus het begint al in de VOC-tijd en zo zie je het eerste begin van de Nederlands-Indische gemeenschap, hè, de contacten die ontstaan. En gaandeweg word je naartoe geleid dat er uiteindelijk een Tweede Wereldoorlog is ontstaan, waar diezelfde Nederlanders en Indische Nederlanders zijn geïnterneerd in Japanse kampen. En wat wij vooral over het voetlicht willen brengen is dat de periode na de Japanse bezetting, toen iedereen in Nederland bevrijd was, in Nederlands-Indië nog zeker geen bevrijding was. Er begon gewoon weer een nieuwe oorlog. En dat is de Bersiap-tijd, dus de onafhankelijkheidsstrijd die toen gevoerd is, was voor velen echt heel gruwelijk. En dat is ook voor het eerst dat we dat hier in Nederland laten zien. Wat is uw indruk tot nu toe van de tentoonstelling? Fantastisch gedaan, heel mooi, heel informatief en ook heel afwisselend. Waarbij je ook wel
ziet. En ik hoop dat dat erg aanspreekt. Mij spreekt het in ieder geval erg aan. Dat het ook steeds om het persoonlijke verhaal gaat om mensen. Dus het is heel informatief, maar de persoonlijke verhalen zie je er al steeds in doorklinken. Heeft hij persoonlijk nog iets met Nederlands-Indië? Ja, mijn grootvader is ook in een kamp geweest. En die heeft daar een jaar gezeten. En ook na de oorlog heeft hij een jaar in de gevangenis gezeten toen India al bevrijd was. Dus ik heb het van heel dichtbij meegemaakt. Dat maakt deze expositie bijzonder uniek? Dat maakt het heel bijzonder. En zeker ook dat we ook nog het stuk daarna laten zien van de repatriëring. De komst van de Indo-Europeanen in Nederland. En ook hoe zij hun leven hebben opgepakt en wat het Indisch nu is in Nederland. De tentoonstelling is vanaf 17 augustus toegankelijk voor het grote publiek. Een stuk van de Weertjesstraat in Arnhem heeft tijdelijk een ander aanzien gekregen. De houten schutting voor de bouwput die was ontstaan na de sloop van het aantal verkrotte panden begin april, wordt nu voorzien van graffiti. Het idee voor de muurschildering komt voort uit een samenwerking tussen lokale graffiti-artiesten, expositieruimte en winkel Subwalk en de gemeente Arnhem. Toen wij te horen kregen dat die gebouwen hier tegen de grond gingen, en we hebben het ook daadwerkelijk gezien, hebben wij eens gekeken van wat moet je daar nou mee? Nou, een van de eerste zorgen was natuurlijk om te zorgen dat het geen hangplek zou worden voor die we helaas in Arnhem in het verleden ook al een paar keer gehad hebben. Toen dachten wij van, ja, een schutting, ja, nou, dat is ook al een beetje moeilijk. Maar toen kwamen wij al pratend op het idee, we maken dan een mooie schutting van. En toen kwam het idee van, ja, iets van oud Arnhem erop of nieuw Arnhem. En toen heb ik geopperd van, ja, iets van graffiti. Er zijn heel veel jonge kunstenaars in Arnhem die dat helemaal in zich hebben. Want als je wel eens langs de Rijnkade loopt, dan kun je dat allemaal zien. En dan denk ik, ja, geeft die mensen dan nu de vrijheid en de kans om daar een mooi project van te maken. En vrijdag jongsleden kreeg ik netjes bericht van de gemeente dat er inderdaad zondagmorgen vanaf 10 uur aan gewerkt zou gaan worden. Doordat er drie partijen bij elkaar kwamen is dit ontstaan. Ik werd op dezelfde dag benaderd door zowel de graffiti-artiesten als de gemeente Arnhem. Dat hier een schutting op de Weertjesstraat stond waar bij alle partijen eigenlijk, ik ook, die hadden het allemaal al gespot. En we vonden allemaal dat een mooie locatie was om lokale graffiti-artiesten een werk op te laten maken. Wat is precies de inspiratiebron geweest voor dit kunstwerk? Een lege schutting. Eigenlijk, dat is eigenlijk inspiratie geweest. En in overleg met Roos hebben we getracht het verleden, heden en een beetje toekomst erop uit te beelden. Maar ook het artistieke, maar ook meer het graffiti samenvoegen. Zodat wij eigenlijk willen laten zien van kijk, zo'n schutting kan je ook onder graffiti zetten. En dat graffiti is dan niet alleen zwart-wit tekst en geschreven dingen. Maar zijn ook echt afbeeldingen en ook met een gedachte erachter. Of het idee van graffiti op schuttingen rond bouwputten ook elders wordt overgenomen, moet nog blijken. De Nijmeegse graffiti-artiest Rob Arts is in elk geval enthousiast. Ik denk dat het een heel goed initiatief is. Het is natuurlijk een bouwschutting. Die wordt veelal volgekalkt met korte leuzen of volgeplakt met posters. Nou, dat vind ik niet de schoonheidsprijs verdienen. Ik denk dat dit dan een heel goed alternatief is. Het oog is natuurlijk een stuk mooier en het werkt daarnaast ook preventief tegen die dingen die ik eerder noemde. Dus ik kan het alleen maar aanmoedigen, absoluut. Zou het een trend kunnen worden tussen lokale artiesten en gemeente? Ik denk dat het een hele goede samenwerking zou zijn, ja. Omdat het met deze schutting was ook al het geval dat er binnen no time is het een aanplakplek voor allerlei evenementen. En zodra er dus gewoon echt het kunstproject wordt, dan wordt het met heel veel respect behandeld. Zowel door andere graffiti-artiesten als door mensen die posters aanplakken, als door de bewoners van een wijk. De reacties zijn altijd heel erg goed. Ik denk dat het een hele goede samenwerking zou kunnen zijn. Ja. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u zelf een nieuwstip, dan kunt u die mailen tips@kanaal13.tv. Zometeen lekker onderuit genieten van Let's Cook It TV. Direct na het weer, dus blijf kijken en graag tot morgen.